En hoppakee. Was dit de laatste knal, jongens? Was dit de laatste? Zo te zien wel het enorme houten monster brodel gevaarte stort in elkaar. Misschien is dat wel het prinsessenkasteelrijk waar we net per ongeluk in zijn gekomen. In ieder geval net in de vorige aflevering. Dan gaan we, jongens, naar de maan. Maar zou je niet naar binnen gaan? Want ik bedoel, weinig zuurstof op de maan en zo. Ik weet niet, maar... Oh, we krijgen een bruidegom. We hebben gewoon in het pak, hoor. Mario is ready voor de bruiloft. Hij heeft een wit pakje aan. Natuurlijk hadden we ook al een wit pakje geunlocked met een Bowser-schild. Met de Amiibo een hele hoop afleveringen geleden. Kijk nou eens even hoe mooi die glinstert, jongens. De Odyssey. Woe! Oké, Mario is binnen, want zuurstof en dingen. Maar daar gaan we. Naar de maan, jongens. Naar de maan. Ongekend. Wow, is dit zelfs een kerk. Gewoon letterlijk een kerk in het maanrijk. Het kathedraal... De kathedraalkrater, jongens. Het maanschijnhuwelijk. Het is gewoon stil. Yo, dit is fucking vet. Eerlijk? Je ziet eruit alsof je er klaar voor bent. De twee prinsessen moeten daar zijn. Laten we opschieten. Oké, er is dus wel muziek. Voel je ook zo licht? Oh god, wacht. Oh, wat? Ze springen fucking hoog! Woehoe! Oh, tuurlijk. Low gravity, jongens. Ik snap alleen niet hoe Mario adem kan halen hier. Maar dit is heel erg cool. Ik vond het ook zo cool dat we gewoon geen muziek hoorden toen we daar aankwamen. Gewoon nul. Nada. Okay, kunnen we dat halen? We zien wel. Boom. Hangend boven de maan. Ja hoor. We hebben een Bamanti. Dat was gewoon één jump away. En toen hadden we die gepakt. Oh, is daar een konijntje? Oké, ik wil gewoon te veel ontdekken in dit level. Want zo ben ik. Hé, ik zag hieronder nog wel een subleveltje. Ik wil zo graag dit ontdekken, jongens. Ik wil dit zo graag ontdekken. Ik bedoel, kijk hier nou. Subleveltje in de muur. Hebben we hier ook low gravity? Vraag me af. Oh, we hebben hier ook low gravity. Terwijl we gewoon... Dit is gewoon Super Mario. Platformerstijl. En we hebben gewoon low gravity hier, oh. Kijk, ik vind de ambience zo vet, hè. Dat het gewoon allemaal zo stil is. I like that so much. Oeh. Oké, okay, er moet hier sowieso nog een ander Bamati zitten. Altijd meerdere Bamati, jongens. Regel nummer 1. We kunnen hier niet de rotswand uit. Sowieso daarboven liggen paarse muntjes. Verder? Is dat het? We kunnen daar niet eens boven komen. Moet je nagaan. Huh. Oké, okay, ik had wel verwacht dat er meer zou zijn. Blijkbaar niet. Nou ja, weet je wat? Ik heb geen tijd om al te veel naar... andere Bamati te zoeken, want we moeten natuurlijk een prinses redden. En niet eentje, we moeten er zelfs twee redden, jongens. Twee prinsessen moeten gered worden. Oké, laten we eens even kijken wat we hier verder nog kunnen doen. In het maanrijk, joh, er vliegen daar allemaal monsters, zie je dat? Is dat een maanmonster? Is dat een alien? Oh, kijk, dat zijn die stenen die we overal in elk level hebben gevonden. Die liggen hier gewoon stil dus. Die liggen hier in de grond, er zijn er meerdere. Zie je? Ze zijn ook al in stukjes gebroken. Dat hebben ze al eens vaker gezien. Oh, time event. Oh my god, is dat mogelijk? Oké, we moeten het zo doen, jongens. Super jumps. Oeh, we got him. Woe. Race tegen de klok 1. We did it. Oké. Daar zijn nog wat paarse muntjes en een groot draaiend ding dat me blijkbaar achterna gaat. Oké. Okay. Kan ik alsjeblieft dit ding pakken? Ah, oh, er zat letterlijk één muntje in. Dude, zo nutteloos. Oké, okay. Waar hing die alien eigenlijk, die Marsman? Nou ja, Maanman natuurlijk. Geen Marsman. Oké, okay. Nog wat purple coins. Zijn er 50 in dit rijk, dus het valt mee. Ik vind het ook wel zo mooi, hè. Mario staat op het punt, of nou ja, Piet staat op het punt om te trouwen met Bowser. Mario is het enige die hem kan redden. En wat doet dat joch? Beetje over de maan hupsen om alles te ontdekken. Wat een stinkjonk is eigenlijk Mario. Oh, wat de hel is dat dan? Wat de hel is dat? Zo te zien is het geen Marshmallow, want hij heeft een... Oh. I killed him? I'm not sure. Kunnen we die ook overnemen? Oh, we moeten op zijn hoofd springen.
Doet me denken aan, deze doet me denken aan het waterrijk toen. Ah, hij is gekild. Ah, oké. Okay. Oké. Okay. Oké, laten we nog eventjes daar kijken. Want daar zit een konijntje, die kunnen we nog wel verpakken. Ik ben zo ontiegelijk afgeleid, maar ik vind het ook gewoon niet erg, want dit is zo'n prachtig rijk. Ah, crap, dat ding springt natuurlijk 10 keer zo ver als wat ik doe. Kom maar, knul. Ik heb hem. Let's go, ik had hem opgewacht. Mijn maand in de pocket. Hup, hup, hebben ze op de maan. 4 maandjes al, dus het gaat lekker. Laten we hier nog eventjes omhoog gaan. De maan is, of de Odyssey is natuurlijk helemaal 100% opgeladen. Dus we hebben eigenlijk helemaal niet, we hebben helemaal niet die maandjes nodig om het op te laden. Maar ik ben gewoon benieuwd, wat zit hierop? Duiksprong. Gebeurt het wel eens dat je ergens naartoe springt en dat je merkt dat je het niet gaat halen? Dan is deze tip voor jou. Ja, ZL in Grieks ei. Dat is dus, die. Ja, die kennen we natuurlijk inmiddels al, want die heb ik al heel vaak gebruikt. Oké. Okay. Het zien liggen hier al. Het uitzicht hier is hier buitenaards mooi. Eerlijk, als de maan zo uitziet. NASA, bring me to Mars. Ik bedoel, maan. Oké, okay, wat hebben we hier al? Pilaren, jongens. Dat is niet wat ik wilde. Oké. Okay. Oeh, dat scheelt heel weinig telkens hoor. Hoppakee. Purples in de pocket. Kijken of die halen, die jump. Dat zien we wel. Got him. Oké, okay, wij hebben hier al een boost ding. En daarboven zit nog zo'n eindbaas. Ik weet niet wat we met die boost moeten, maar ik ga hem gewoon pakken. Weehoehoe! Daar was hij dus voor. Oké, okay, laten we even zien. Er vliegt hier weer zo'n klote beest. Ik wil die nog kunnen, of we nog kunnen killen. Got him. Oh, 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 oh. De maan is zo groot, zo mooi. Zoveel te ontdekken. Zijn we al bij de kerk? Oh, de kerk is hierboven. Kunnen we nog eventjes hierachter kijken? Oeh, hallo, mijn meneer de vriend. Jou kennen we natuurlijk wel. Wat voor puzzel heb jij voor mij? Gegroet reiziger uit een vreemde, gegroet medereis hoofddeksel. Kun jij mijn raadsel oplossen? Er is hier momenteel allerlei narigheid. Maar voor een quizje is voldoende tijd. Nou, ja. Er is hier momenteel allerlei narigheid. Oké, okay, misschien niet. Correct, reiziger. Er zijn veel betere dingen die je nu zou moeten doen. Wat? Hij gaat ook gewoon niet open. Oh, wauw. Hij vertelt me dat ik hier pas moet terugkomen als ik, zeg maar, Peach heb gered. Zo van, dude, er is allemaal narigheid. Wat ben je aan het doen? Ga je vriendin redden, man. Wat doe je hier? Waarom ben je zo kut aan het kutten? Deze god ziet er onheilspellend uit. Nou, dankjewel, meneer Toad. Ik weet niet wat jij doet op de maan. Eerlijk. Wat doet Toad op de maan? Dat is echt de meest vreemde plek. En hoe komt hij eigenlijk op de maan? Oh, wat? Wat is dit? De maangrot? Oké. Okay. De zwaartekracht is hier weer normaal. Apart. Dat is heel erg apart, ja. Okay, daar lopen dus van die mannen. Die moeten we zo te zien pakken. Auw, ze zijn wel snel, jongens. Oké. Okay. Oké. Okay. B is vliegen. Hij ook. Deze gaan een stuk sneller dan de Galoompas die we normaal kennen uit het Hoedenrijk. Die wilde ik eigenlijk niet hebben. Ik wilde jou eigenlijk hebben. Oké. Okay. Kijken of we wat kunnen doen. We moeten alles opblazen hier, oh. Maar ik ben natuurlijk altijd heel erg benieuwd wat we hier nog meer kunnen vinden. Dat zien ze, zitten hier allemaal secrets, jongens. Behalve wat coins. Ja, doe dat nou niet, Mario. Diep te zien in dit spel is af en toe nog wel eens een klusje. Want ik had dus totaal niet gezien dat ik in dat lava liep. Oké, nou niet in de lava lopen. Hoppakee. En muntjes. Thank you. En als het goed is aan die kant ook dan, neem ik aan. Ja hoor. Oké, okay, dankjewel. Extra muntjes zijn altijd gunstig. Oké, okay, komt u maar, meneer de tank. Niet tegen hem aanlopen, Joost, maar hem overnemen. Oké. Okay. Haal ik weer even alle koffers weg. Ah, crap. Oh, wat? Oh, dat ding kwam net omhoog. Meen je? Oh, oké, okay, hang on. Dat is mijn tank. Tank, buddy. Ik wil dat hartje hebben. Oké, okay, dan kunnen we weer verder. En there we go. 6 extra leventjes. Die wilde ik gewoon even graag hebben.
Oh, wacht. Volgens mij hadden we die nodig. Oké, dry bounce. Kom maar weer terug. Ik heb je nodig, Knil. Anders komen we niet aan de andere kant. Oké. And there we go. Oké. En nou moeten we dus eventjes de tank terug hebben. Zodat we alles te killen, jongens. Voordat we erachter komen waar we het eigenlijk allemaal voor nodig gaan hebben. Zo. Sleutel. Maar hoe komen we aan de sleutel dan? Dit ding gaat weer omhoog. Nee. Ik ga hier niet weg voordat ik de sleutel heb, jongens. Ik neem aan dat jullie dat wel kunnen begrijpen. Oh mijn god, het gaat nog veel verder. Nee, oké, het gaat nog veel verder. Ik heb het gevoel dat de sleutel op een plek ligt. Daar ligt de sleutel. Oh my god, you got it, jongens. Wow, dat was echt een random find, jongens. Holy moly. En daar is ons Bamanti. Ik wou net zeggen, er moet hier al een sleuteltje liggen. En we hebben hem. Ik dacht eigenlijk dat die zipline ons weer helemaal omhoog zou brengen, maar... Toch niet, want die brengt ons naar het volgende sectie in dit stukje. Maar we hebben wel het Bamanti en dat wilde ik heel graag hebben. Dus laten we nu maar omhoog gaan. Ik denk dat in elke sectie een Bamanti te vinden is. Oké, die hadden we niet nodig, want we hebben letterlijk net een Bamanti gekregen. Wat doet dit? Oké, laat een platform bewegen. Let's go, jongens. Oh my god, hammer throwers. Of zijn het pan throwers? Het zijn dit keer geen pan throwers, het zijn dit keer legit hammer throwers. Oké. Sterf, mijn jongen. Thank you. Oké. Hammer thrower style, boys. Hammer thrower style. Heel veel coins komen eruit. Oké. Die liggen ook weer kapot. Hammer thrower style. Oké, waar zijn we nu? Oh god, het volgende ding gaat weer lopen. Oké, hammer throwers. Nee, we hebben de hammer throwers niet nodig. We moeten de rupsmannen hebben. De rupsmannen, die kennen we nog, jongens. De rupsmannen moeten we nog kennen van het vorige stuk. Of van een vorige level. Oké. Kan ik de muntjes hebben? Oké. Oké, we got it. Oké. Oké, doing good so far, jongens. Doing good so far. Oké, we moeten hier er weer vanaf. Oké. Oké, goed op blijven opletten of wij iets van, hoe heet het gaan vinden, jongens? Dat is sowieso heel nuttig. Coins of zo, of sleutels voor wat dan ook. Want wij moeten wel... Wat is daar dan? Oh nee, daar kom ik vandaan. Oké, goed. Ik zat te denken van, hebben wij iets gemist? Maar nee, het viel mee. Vergeten we niks, jongens, dat ik wil eigenlijk... Oh my god, what the fuck? Dat is een enorme bullet bill. Kunnen we die overnemen? Ik kan gewoon. Wat is dit? Wat is dit nou weer? De meest grootste bullet bill ter wereld. Oké, ik moet hem even resetten, jongens. Dat is de meest enorme bullet bill die ik ooit heb gezien in mijn leven. Hij is wel enorm mooi. Daar gaan we. Nee! Mario, stop! Mario, nee! Ik zie daar mijn Mamanti! Oh, thank god dat we die op zijn minst nog hebben gezien. Oh, de andere bullet bills die blokkeren je weg. Scheiße, jongens. Maar we hebben wel een Bamanti gevonden. En dat is wel echt iets wat ik wilde. Komt u maar, bullet bill. Komt u maar. Ik heb hem. Oké, ik weet niet of we nog een grotere bullet bill terugkrijgen, maar... Ik wil eventjes dit... Bamanti op de verdedigingsmuur pakken. Oké, misschien kunnen wij gewoon een regular bullet bill overnemen. Oh, ze raken wel snel hitter. Ze raken echt snel overfit hier, oh. Oh, ik reset hem waarschijnlijk. Dat was niet de bedoeling. Ik kan het niet aanzien, jongens. Ik kan het gewoon niet aanzien. Oh, bullet bills, dames en heren. Bullet bills. Nou ja, oké, we hebben dat maatje in ieder geval gepakt. Dus dat betekent dat we nu de grote bullet bill kunnen proberen te blijven houden. Doe maar. Oké, daar gaan we, jongens. Dwars door de muur. Oh, we gaan natuurlijk overal dwars doorheen, jongens. Oké, ik zag dat ik daar wat purple coins was vergeten. Hoppakee. Oké, het enige wat ik was vergeten waren wat purple coins. Die zou ik op zich nog wel met een normale bullet bill kunnen pakken. Waarom niet, toch? Waarom niet?
Oh crap, nee. Ik kan het zo slecht tegen dat mijn hat-tricks gewoon niet werken. Maar we hebben de purple coins, we verliezen hoereveel normale coins dan, wat ik eigenlijk niet wil. Oh mijn god, we moeten dit ook weer opnieuw doen. Nou oké, okay, weet je wat, ik speedrun hem nu. Ik heb alle secrets gepakt die je kan pakken in dit level. In ieder geval, in dit bullet bill stukje. Ga ervoor jongens. Speed hem door. En hoppakee. We zijn er weer. Nou, kunnen we hier op drukken? Wat gebeurt er nu? Oh. Oh. Oh my god, dat hadden we net op tijd gered hoor. Het is dat ik die paarse muntjes toch even wilde. Oké, okay, we missen niks hier. Op naar het volgende. We hebben natuurlijk het maatje hier al gevonden. Ah, jemig, jemig, jemig. Wat is dat? Die doet me denken aan oude Mario's. Dat is de, hoe heet die, die Charger guy. Die komt in oude Mario's voor. Oh mijn god, hem heb ik zo lang niet meer gezien. Kan ik hem overnemen? Oh, dat kan. Zo cool dat hij er weer is. Zo cool dat hij er weer is, jongens. Oké, ik ga even kijken wat ik hier allemaal kan vinden. Oké, je kan redelijk veel chargen met die. Als je gewoon niet tegen de muur aan gaat, dan kan je redelijk wat chargen. Zie je dat? Oh, blijft het eeuwig doorgaan? Oh, wauw. Oké. Bye. Dat was best wel cool. Holy shit. Kunnen we springen met dit ding? We kunnen niet springen met dit ding. Oké. Oh, wacht. Waarom kunnen we niet springen met dat ding? Oh, daar is een nieuwe. Oké. Cool, 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 cool. Dan gaan we, jongens. Met de boulders mee. Vriend, hou je haaks. Ik wil je even... Oh, ik wilde zeggen, ik wil dit nog even negeren. Dit is wel heel gevaarlijk. Weet je wat? No way in hell dat ik het op deze manier ga doen. Thank god. Oké, okay, als het goed is, kan ik die jump ook gewoon zo doen. Nee, nee, nee. Come on, man, Mario. Doe nou gewoon eens wat ik je vraag. Ik heb gewoon... Ik doe gewoon die knopjes op de goede manier, maar hij wil zo slecht luisteren. Hij wil zo slecht luisteren, Mario. Come on, man. Nou, boeien. Ik heb in ieder geval wel die paarse coins. Dus dat is alles wat ik nodig had. Oké, en ga maar met die banaan, jongens. Charge door alles heen. En we back. Wat zijn dit eigenlijk voor blokjes? Ze geven random licht, maar er komt niks uit. Nou, maakt niet uit. Laten we gaan. Pakken we de charger guy over. Hij is pist, maar dat maakt niet uit, want ik heb hem overgenomen. Oké, dan gaan we, jongens. En let's go. Oh, het sturen is zo moeilijk. Hou het recht, jongens, hou het recht. Hou het recht, hou het recht. Thank god, we did it. Oké, hier moeten we sowieso nog een maatje vinden, right? Is er serieus nergens een maatje? Hebben we het maatje gemist? Of is dit gewoon zo'n korte area? Want je zou toch denken dat hier een maatje zou moeten zitten. Nou, jongens, toch niet blijkbaar. Oké, okay. Nou dan gaan we er maar vandoor. Ik had graag een maatje willen zien hier al, maar... We zien jullie er ook wel zitten, dat we gewoon niet gezien hebben. Oh my god, nee. Ik verken haar nog. Dat is de allereerste eindbaas. Ze hebben nu drie hoeden op die chainchomp. Dit was de eindbaas van het allereerste level. Mevrouw Brodal. Wat? Weet je niet meer wie ik ben? Ik ben het Madame Brode. Tegen wie je in het watervalrijk zo gemeen deed. Ik heb gehoord dat je tegen al mijn lieve Brodals ook zo'n gemeenerik was. En daar word ik niet vrolijk van. Maar genoeg gepraat nu. Mijn nieuwe opgevoerde Chainchomp heeft honger. En zijn maaltje is zojuist gearriveerd. Nou, nou, nou. De Chainchomp is inderdaad geüpgraded. Hij heeft extra hoedjes op, jongens. Oké, dat zijn er al. En daar gaan we. Kom maar, kom maar. En boom. Op zijn neus. Voortreffelijk, jongens. We did it. En ze heeft weer hoedjes terug. Oh my god, wat? Doe eens even normaal, joh. Oh, ik heb wel een hoedje eraf gehaald, dat is prima. Twee hoedjes, drie hoedjes. Even die coins even pakken. En komt u maar bij papa. Je hoort ook echt een hondgeluid. Wup, 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 wup. Precies, zo ja. Nice. Sereno. Oh my god. Oh, wat, hij raakte zelf, zag je dat? Hoeveel hoeden heeft hij op, joh? Hij heeft zoveel hoeden op. Oh crap, hij ging tegen me aan. Woe, schilder niks. Oké, okay, kom maar. En, there we go. Nou, met één leventje nog over, jongens.
Karim. En dan gaat mevrouw Brodel weer. Mevrouw Brodel, tweede keer uitgeschakeld. Ik was zo'n gemeenig tegen haar en nu wederom weer. Mooie rode vlek op je neus. Oh, we kregen letterlijk alleen maar coins van er nu. Gewoon boswijd gedaan. Wat krijg je? Ja, niet eens op een maandje, joh. Je krijgt gewoon coins. Fuck you. Wat is dit voor onzin? Ik krijg gewoon geen maandje. Nou, maakt ook niet uit. Laten we gewoon gaan. Oh my god, jongens. Sub boss fight Reno's. Zijn we nu boven? Ik denk dat we boven zijn bij het kasteel. We krijgen een hele stapel coins. Hé, jongens, laten we naar beneden springen en het allemaal opnieuw doen. Nee, dat doen we niet. Geld. Dankjewel. Ik weet niet wie er zo geld voor de ingang van het kasteel op laten liggen. Maar weet je, prima. Laten we gaan, jongens. De ceremonie is al aan de gang. Ja, sorry, ik ben wat later. Ik ben een beetje tegengehouden door alle secrets die ik wilde vinden hier. Op het kasteel zat trouwens ook een Bamati, zag ik net. Dan gaan we, jongens. De trouwdag van Peach en Bowser. Wauw, wat een kasteel. Hé, hey, hallo. Wat een kasteel, dames en heren. Oh my god. Ja, de zwaartekracht is hier weg. Hoe komen we in godsnaam naar boven? Oké, laten we dit braantje maar zitten, jongens. Het is tijd. Het is tijd om een stop te geven tegen dit trouwdag, tegen dit huwelijk. Het is tijd om een stop te doen tegen dit huwelijk. Oh mijn god, allemaal mensen zijn er ook. Bowser en die ring ook echt gewoon. Kijk, allemaal mensen van elk rijk zijn hier. Tijd om een stokje te steken, jongens. Het is genoeg geweest, Bowser. Je gaat niet met Peach trouwen. Peach is mijn bee. Peach is mijn meisje, hè? Handjes af van mijn maasie. Oh god. Hé, hey, wat zei ik nou? Handjes af van mijn maasie, Bowser. Mijn maasie. Oh god, daar gaan we. De ultimate boss fight. Of niet? Oh, dit keer niet. Dit keer niet, denkt Cappy. Oké, dit keer toch wel. Godverdomme. Ik denk... Weet je... Het gaat eigenlijk een keertje goed af met Mario. Maar nee. Oh, wat is dit dan? Wow. Oh, dit is gewoon een boss fight ruimte. Aan die ring zit ze vast aan een ketting. Oké. Wat zei ik nou? Handen af van mijn maasie, Bowser. Kom, Mario. We zitten midden in onze bruiloft. Waar zijn je manieren? Je bent ook niet gekleed voor een bruiloft. Echt wel, we hebben een wit pak aan. Hij heeft ook een wit pak aan. Dus, maakt niet uit. Niet dat het verder iets uitmaakt, want je bent sowieso niet uitgenodigd. En wat doe je met die wat doen we met ongewenste gasten? Die schoppen we eruit. Bowser, het is tijd om jou eruit te schoppen. Stinkjoch. Kom maar op, Mario. Nou, maar Bowser, we hebben je al een keertje eerder bevochten. Met je mooie vuistenhoed. Dus ik weet wat ik moet doen. Maar het zal natuurlijk wel wat nieuwe trucjes in zijn mouw hebben. Dat je nog maar kort en ongelukkig mag leven. Oh god. Op. Nou ja, dat was stap 1. Komt u maar, Bowser. Gaat hij weer planeten gooien of hoe zit dat? Hij gaat sowieso planeten gooien. Wat? Oké, bitch. Oh. Oeh, die had ik geleerd. Die had ik geleerd. Dodge de staart natuurlijk. Pak aan, jongens. Op de stalen tralies. Oké, ik ben al wel een leven kwijt. Dat is een beetje ongunstig. Oh, wat is dit? Wow, what the fuck? What the fuck? Hij gaat ineens vuursmuggen. Maar dat is normaal, joh. Dat is een nieuwe attack. Die heeft hij dan vorige keer nog niet gedaan. Maar hij haalt ook gewoon in één keer zijn hoed uit. Uit het niks. Nou. Crap. Ik wilde even een hartje hebben, maar ik verneuk het finaal. Oké, komt u maar. Oké, we got him. Oké, gaat hij weer vuur gooien met zijn ringetjes en planeten gooien natuurlijk. Oké, jongens, de epische bossfight. Wat? Ik raakte hem toch gewoon netjes. Kom hier, Bowser. Bitches. Bowser, bitch. Oké. Oh, hij doet er twee. Hij deed er twee. Dat was gewoon... Spastische arpjes in de lucht. Nee, we moeten helemaal opnieuw. Kijk hem nou met die ring. Piet stuurt ook eens die ring terug. Fucking mooi. Oh, heerlijk. Oké, kom maar op met je fight, Bowser. It's time to die. Oké, we moeten even kijken of we nu wat hits kunnen pakken van die planeten. Die planeten zijn een beetje vervelend. Oké. Als ze gewoon dodgen, is het makkelijker.
Want als ze probeert te hitten, dan ja, dan doet het pijn. Auw. Spring dan gewoon op tijd, man. Joch. Oké. Okay. Stinkjoch met zijn planeten. Oké. Okay. Nou, even op tijd springen, Joost. Kom op. Je hebt dit al vaker gedaan. Oké. Okay. Zometeen gaat hij het ook echt gewoon twee keer doen. Hè. Dat wordt nog echt... dat wordt hels. Oké, okay, ik moet eventjes levens krijgen van die hoed. De paarse hoed. Oh nee, hij gaat weer vuur spugen. Oké, okay, dat hebben we net ook overleefd. Oh! Hij doet het heel snel. Oh my god. Oeh, hij doet het echt heel snel, jongens. Kom maar met die hoeden. Kom maar met die hoeden. Oké. Okay. Oké, okay, hebbes. Was wel een lucky throw. Of een lucky hit. Oké. Okay. Gaat hij weer planeten gooien? Oh my god, dat zijn geen planeten. Het zijn gewoon hele vuurballen, joh. Oké, okay, hij gaat nu twee keer springen, hè? Oké, okay, we did it. Waarschijnlijk doet hij daarna drie keer, dus we moeten eventjes rekening mee houden. Oké, okay, we hebben al onze levens nog, dus dat is helemaal prima. Gaat hij weer vuur spugen waarschijnlijk? Komt er maar, komt u maar. We zijn voorbereid. Oké. Okay. Oké. Okay. We Gucci, jongens. We Gucci. We Gucci. Oké, okay, komt u maar weer met de hoeden. Waarschijnlijk gaat hij nu veel meer hoeden gooien. Oh my god, hij gaat zoveel hoeden gooien. Holy shit. Oké, okay, dat was veel te lang. Ah, ik had hem geraakt, toch? Ik raakte zijn hoed. Maar hij ging weer terug. Onzin. Onzin. Ik heb hem. Ik heb hem. Oeh. En het heeft me gelukkig niet gehit. Oké, okay, komt u maar, Bowser. Dat was één slechte jump, ouwe. Dat was één hele slechte jump. Wat zijn dit? Hij gooit schilden. Hij gooit gewoon compleet vlammende schilden. Oké, okay, hij gaat waarschijnlijk nu drie keer springen. Onthoud het, onthoud het, onthoud het. Twee. Drie. Hij doet het weer. Wat een stink, joh. Hij deed het gewoon nog een keer. Zo van, hè. Eén keer springen is niet goed genoeg. Oké, okay, we hebben nog maar één leven, jongens. We moeten oppassen. We need to pay attention. Oké, okay, gaan we weer. Kom op. Oh. 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 Oh, ik moet wachten tot hij op de grond valt. Oké, daar gaat hij. Ik wou net zeggen, ik moest even wachten tot hij op de grond viel. Maar is dit hem dan? Hebben we Bowser? Zijn pakkie is af. Zijn pakkie is uit, dames en heren. We hebben gewoon zijn trouwpak van zijn lichaam afgescheurd. Dat is nog niet gebeurd, zeg maar, sinds het hele begin van de game. De ring breekt. Dit gaat nog niet het einde zijn, right? Bowser komt nog terug met zijn set. This is not even my final form. Hij zat nog met duizend. Laat me dan afmaken, man. Ik ga het afmaken. Ik ga het afmaken. Goddammit, ik kan het niet eens afmaken. Dat zijn die blokken. Dat zijn die blokken die we in elk level hebben gezien, jongens. Wat betekenen ze? Gaan we dat nu achterkomen? Of het level stort gewoon in? De Bowser is nog steeds buiten bewustzijn. Oh god, dat zijn alle blokken. Ze geven ook licht. Peach! Zijn Mario nou Peach? Dat is nieuw. Die heb ik nog niet gehoord. Maar waar gaan we naartoe? Kijk, Mario kan zijn val breken door gewoon capje te gooien last minute. Oh, wat? Oké, okay, we leven nog. Oh nee, alles stort in, jongens. Alles stort in. Het doet me denken aan Mario of doet me denken aan Halo. Oké, okay, we zijn er. Ga nou even neer, man. Wat doen we nu? Ja, ik weet niet wat we doen. Oké, okay, we moeten het uitzoeken. Oh, wacht! No way! No way! We gaan Bowser overnemen? Alle oude Mario games, zie je dat? Alle oude Mario games. Ik krijg kippenvel hiervan. We hebben Bowser overgenomen. Wat? Dat is zo lijp, ouwe. Yo, die zag ik niet aankomen. Die zag ik niet aankomen. Dit is zo cool. Dit is ontiegelijk vet gedaan. Oh my god. Bowser beukt weg door deze baan, jongens. Oh, wat vet.
Wat ontiegelijk vet. Zou dat dan betekenen dat als we zeg maar met Bowser in elke ander level komen en dat we dan die steden kunnen pakken of zo? I don't know. Oh. Oh, had je daar. Nou, maakt niet uit. God damn it, hou op. Woe. Wordt wel spannend, jongens. Oké, we moeten hier niet zijn. We moeten hier niet zijn. Oeh. Oeh, net op tijd. Wat is dit voor Bulder? Auw. Oké, omduwen die handel. Omduwen die handel. Daar is onze brug. Ja, daar gaat Bowser natuurlijk nooit inpassen, hè, in die buis. Hé, wat wil ik doen? Bowser past er wel in. Kijk dit nou hoe cool het is. Als pizza op het dakje van... Dit is officieel Game of the Year. Game of the Year, dames en heren. Boeien, scheid dat. Dat de Legend of Zelda hem heeft gewonnen. Legend of Zelda was trouwens ook heel goed, maar dit is fantastisch. Dit is fantastisch. Deze ending, dames en heren, gaat elke game te boven. Wat is dit genieten. Oh my god, wat is dit mooi zeg. Wat is dit mooi. Oké, daar gaan we weer. Ga verder. Oh, gewoon spelen als Bowser. Wie had dat gedacht? Hoe ontiegelijk dope is dit zeg. Oké, we breken al deze blokken. Het verbaast me wel dat ik niet een blok heb gevonden die glimt. Maar we zijn aan een bamaat die er zit. Oh, moet dit kapot maken. Het regent nog steeds... Het regent nog steeds dingen, wou ik zeggen, maar... Wow, wat? Waar zijn we? Een opening, we zijn er bijna. Waar zijn we terechtgekomen? Wat is dit voor plek? Oh god. Die muziek! Wat cool! Yo, fucking beauty muziek, ouwe. Oh nee, we gaan bijna dood. Eerlijk, waar zijn die hartjes? Waar zijn die hartjes als je nodig hebt, dames en heren? Oh, ik weet niet of we dit gaan overleven. Oké, we did it, we did it, we did it. We did it, oké. Wat nu? Pa, ik zit op te nemen. Ga door. Dankjewel. Oké. Oh, daar is een hartje, daar is een hartje. Ik moet het hartje hebben. Oké, Oké, ik weet niet of dit onze dood is. Nee, oké, het valt mee, het valt mee. God damn it, we zijn gewoon klein, compleet het hartje weer meteen kwijt. Oké, daar gaan we. Oh, uitkijken. Oké, je ziet dus die schaduwen van dat ding. Nee. Ik wou net zeggen, ik zie daar een schaduw, maar... Weet je... Bowser is net als een T-Rex. Heeft een hele kleine draaicirkel. Het is heel moeilijk om hem te besturen. Oké, laten we daar even opnieuw heen gaan, jongens. Oké, jongens, we zijn er weer. Ah, oh, goddammit, last minute geraakt door zo'n klote ding. Maakt niet uit, we hebben alsnog 3 plus 2 levens. Dus in totaal 5 levens. Moet wel lukken, jongens. Nu we ook weten waar we voor moeten oppassen. En dat zijn natuurlijk die vervelende dingen die uit de lucht komen vallen. Dit is een hele enorme... Oké, we gaan eens naar deze toe, jongens. Je ziet de schaduwen ervan. Dus het zou moeten lukken. Oké, had je nog gekregen? Oké, we hebben er nou weer 6 levens, jongens. Prima Jima, dit is te doen. Dit is te doen, dames en heren. Oké, daar gaan we. De lekkere muziekje erbij. Ik hoop niet dat dit gecopyright is. Oké, volgende paal. Oké, we got him. Auw, ik sprong recht tegen dat ding aan. Oh, wauw. Dat is een hele hoop dingen die naar beneden gaan, jongens, ineens. Oké, oppassen. Oké, dit moet hem zijn. Oh, je ging net dood. Oh, de boel stort in. Naar het midden. Oké, daar gaan we. Oké, we zijn er. Snel het kapot maken. Oh, daar is de blok. Het laatste blok, jongens. Maak het kapot. Oké, dit zouden we dus in elk level kunnen doen, jongens. Oh, maar... We gaan met z'n... Wat is dit? Peach, Bowser, Mario, Cappy met z'n vieren in één zo'n bliksemding. En het werkt ook nog. Wie heeft dat ooit gebouwd, Dado? Oké, we komen weer terug op de maan, jongens. Ik wou het zeggen, want we moeten Odyssey nog meenemen. Oh, dan vliegen we. Oké, ik denk dat ik heb het gevoel dat de maan instort. Bowser is nog steeds bewusteloos, right? Ik bedoel, als we hem over hebben genomen, kan hij niet in één keer meer terugkomen. Peach landt ook gewoon heel erg elegant met die jurk. Ik denk dat Mario wel eventjes omhoog heeft gekeken, hoor, toen Peach naar boven zweefde. Krijgt Mario nou een kus op zijn neus? Is it going to happen? Oh, we zijn weer samen.
Cappy en de prinses, Cappy. You did it. Lekker gedaan, jongens. Kus op neus. 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 Kus op. Wat? 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 Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Nou! Oh god. Oh god, Mario krijgt geen kus op zijn neus? Wat? Ik heb zoveel moeite gedaan om die bis te redden, eerlijk. Laten ze me nou gewoon nog achter op de maan. Wat is dit? Nee, dat kan je niet maken. Peach. Peach, eerlijk. Was dit het spel? Was dit het spel? Oké. Okay. Dat was een heel erg een anticlimax einde. Ik verwachtte gewoon die kus op de neus. Zoals elke Mario game. En wat kregen we? Fucking bitch slap in the face, praktisch. Ze gingen gewoon vandoor met de Odyssey. Ze liet Mario en Bowser gewoon achter op de maan gewoon te sterven. Peach. Dit is de laatste keer dat ik je kom redden. Maar man. Wat een prachtig spel was dit, zeg. Mario Odyssey, dames en heren, we hebben het uitgespeeld. En hoe hebben wij het uitgespeeld, jongens? Ongelooflijk. Ik heb echt genoten van dit spel, eerlijk. Eerlijk is eerlijk, ik heb echt heel erg genoten van dit spel. Is hij beter dan de vorige Mario's? Ik denk het wel. Dit slaat alles. Is hij beter dan The Legend of Zelda? I'm not sure. Ik moet wel zeggen, ik heb meer plezier gehad in Mario dan ik had gehad in Legend of Zelda. Terwijl ik Legend of Zelda ook heel goed vond, maar... Oh, wat een mooi spel was dit, zeg. We krijgen nu nog een mooie terugblik van elke area waar we zijn geweest. Hey, trouwens, eerlijk, hè? Peach was de hele tijd van... Mario, come save me! En dan redden we er eindelijk en dan is het zo'n deny. Nou, weet je wat? Hier, daar is ze. True Bay, Paulina, dames en heren. True Bay. We gaan natuurlijk... Peach, weet je wel, is de deur uit. Paulina is nu onze nieuwe main focus. In de volgende game gaan we haar redden in plaats van Peach. Paulina is nieuw True Bay, jongens. Oh wauw, hier zie je ook een plaatje dat Mario een ruimtepak aan heeft op de maan. Zie je dat? Ik had niet eens een ruimtepak. Ik liep daar gewoon in mijn trouwoutfit. En ik ging niet dood, for some reason. Eerlijk. Dat ze met Bowser, Mario en ze allemaal op dat bliksemding zaten was super funny. Dat vond ik echt heel leuk. Oh, maar wat zien we hier? Het kasteel van Peach, dames en heren. Is dat nu waar we naartoe gaan? Is dit wat er nu gaat gebeuren? Na de aftiteling. We hebben natuurlijk al een glimps gehad van het kasteel. Bedankt voor het spelen. Oh. Thank you so much for playing my game. Thank you so much. Graag gedaan, hè. Oh, wat krijgen we nou allemaal weer screenshots? Oh! Zie je, al die dingen zijn nu opengebroken. Dit is wat ik bedoelde, want die stenen kwamen we overal tegen. In elk level zijn we er eentje tegengekomen. Dus die zijn dus nu opengebroken. Het paddenstoelrijk. Peach's kasteel, jongens. We zijn nog niet klaar. Hoop dat jullie nog niet weggeklikt zijn. Want we gaan nog verder blijkbaar. Bowser hebben we achtergelaten op de maan trouwens. Hè? Dus Mario, kom op. Je moet wel even dat kusje van Peach krijgen hoor. Zo rustig en zo vredig. Alsof onze reis naar het maanrijk maar een droom was. Maar gelukkig was dat niet zo. Want nu hebben we onze twee prinsessen uit de klauwen van Bowser gered. Hoera! Alleen, ik heb zo genoten van onze avonturen dat het jammer zou zijn als er nu een einde komt aan onze reis. Ik bedoel, er is nog zoveel te zien. Zoveel hoeden die je nog moet ontmoeten. En ik durf te wedden dat als we nog meer manen kunnen vinden, we naar een nieuwe plek kunnen reizen. Dus eigenlijk is onze reis alles behalve voorbij. Er is nog veel meer te beleven. Yippie! Maar laten we om te beginnen naar Peach's kasteel gaan. Jullie horen het jongens, het avontuur is verre van over. We hebben al 250 manen. We kunnen nu naar de schaduwkant van de maan. Oh, wat? Oh, we beginnen al extra rijken te unlocken. Scampi. Dit gaat naar een ander rijk toe. Oké, hier is een waterdeel. Er liggen overal purple coins hier, jongens. Zoveel afleiding.
Ja, leuk. Oké. Okay. Ja, we zijn dus in het Rijk van Peach. Ziet er mooi uit. Allemaal dingetjes. Scampies die hier rondlopen. Paddenstoelen. Nou ja, waaarschijnlijk liggen daar ook Mantis overal onder. In elke toren zit zo te zien een deurtje naar een Secret Realm. Hier zit een Toad. Oh, die is natuurlijk zijn Scampies kwijt. Ja, daar kunnen we hem de Scampies geven. Heel veel shit die we kunnen ontdekken hier, jongens. Heel erg veel shit. Te veel zelfs. Dit is gewoon een heel nieuw rijk, right? Er zit hier gewoon een Mantis verstopt. Dit is ook weer een rijk van Secret Sub Area. Dus oké, we gaan één sub area doen. Ik bedoel, we zijn al zo lang bezig. Oh, wat? Ja, dit is Mario 64 stijl, dames en heren. Spring in het schilderij. Papapapodapap. Wat, dat deed het ook nog? Hij deed het papapapodapap. Oh, wacht, nu kan je alle boss fights overnieuw doen? Oh, dat is zo cool gedaan. Dit is de boss fight van het Tweede Rijk, van het Zandrijk. Dus die kan je gewoon niet overnieuw doen. Oh mijn god, dat kan inderdaad. Dit is zo cool. We kunnen gewoon de hele boss fight overnieuw doen, jongens. Dit is heel erg tof gedaan. Oké, we hebben het helaas niet gered, maar het idee is duidelijk. We kunnen dus alle boss fights opnieuw doen in deze ruimtes. Heel tof gedaan dat er dus in zit. Heel erg vet. We moeten wel onthouden dat we deze nog wel even opnieuw moeten doen. Nou, laat ik het zo zeggen, we moeten ze allemaal opnieuw doen. Nou, even de bloem die Mario natuurlijk aan Peach wilde geven. Daar zit een timed event. Er is gewoon nog zoveel te doen in dit level. Stop met bewegen, Mario. Thank God, Jezus. Oké, wat is dit? Empels. Wat wil je met die empels doen, jongen? Dit is Yoshi's favoriete eten. Ik zag hem een tijdje terug hier rondlopen, maar ik vraag me af waar hij nu is. Yoshi! Oh mijn god, nee, Yoshi, jongens. Junji is hier ook ergens? Junji, ik wil op Junji rijden. Oké. Okay. Oh, dat is Captain Toad. Captain Toad zit ook hier. De baas is even naar de winkel. Oh, hij is wel weg, oké. Okay. Maar... Oh, ik wil zo graag gewoon rondlopen en alles ontdekken, jongens. Maar Junji... Junji is hier ergens. Volgens mij moeten al deze dingen ook gewoon... Het Goomba-bos, nice. Je moet gewoon allemaal iets voorstellen, right? Al deze dingen moeten iets voorstellen uit een ander rijk, volgens mij. Maar ik vraag me heel erg af waar Junji is. Oké, let me see. Zie je, liggen hier ook allemaal appeltjes? Oké, hier ligt nog een, hier is gewoon nog een kasteel. Waar zou Junji zijn, dames en heren? Ik denk dat we gewoon maar eerst het kasteel ingaan. Daar is een Goomba, een verliefd Goomba-stel. Maar dan moeten we eerst voor het water laten zakken. Net als in Mario 64 natuurlijk. Oh, ik vind het zo vet gedaan, jongens. Ik blijf het zeggen. Oké, laten we eventjes naar binnen gaan. Hallo, meneer Toadman. Mario, het is vreselijk, maar Prinses Peach is alweer verdwenen. Ze liep zo met een koffer in haar hand en een grote glimlach op haar gezicht het kasteel uit. Ik heb geen idee waar ze nu is. Fucking kidding me. Fucking kidding me, ouwe. Ze is net thuis, gaat er alweer vandoor. Ik wil wel heel even kijken wat er in het kasteel is. Waar is de prinses? Kunnen we omhoog kijken? Is het secret level hier ook? I'm not sure. Het is wel iets anders dan normaal. Hey Mario, zo te zien ben je weer op een groot avontuur. Hartstikke goed. Omdat ik het niet alleen kan, reis ik ook zelf de wereld rond en houd ik hier je prestaties voor je bij. En als beloning krijg je voor iedere prestatie van mij een energiemaan. Oh ja, een ding is natuurlijk al gedaan. Prins Peach gered, daarvoor krijg je alvast de beloning. Oké. Okay. Oh ja, tuurlijk. Ik was alweer vergeten dat hier sterretjes zaten in plaats van manen. Ik was al helemaal verward. Ik zal je alvast vertellen hoe de manen heten die je voor de prestaties kan krijgen. En ook een paar aanwijzingen kan toevoegen. Alles staat in het overzicht van manen. Vind je door de kaart min te openen op een Griekse ei te drukken. Oh, oké. Okay. Wereldvrede. Breng de rust in alle koninkrijken. Verzamel manen. Dat zijn veel manen. Holy shit. Dat zijn er fucking veel. Oh, veel plezier. Vergeet niet langs te komen als je weer nieuwe prestaties hebt geleverd. Oh my god, het zijn er hoeren veel, dames en heren. Hoeren veel. Oké. Okay. Nou, dat betekent dus dat we nog lang niet klaar zijn met Mario Odyssey, jongens. We moeten nog heel erg veel Bamatis krijgen. Ah, thank the lords. Maar goed, we moeten Peach weer vinden, jongens. Bitch ass Peach is er weer vandoor gegaan. Eigenwijze mevrouw is het ook, hoor. Yoshi! Ik zie hem daar! Dat is 100% Yoshi, dames en heren. Op dat... Ligt er nou een ei op het dak? Ja, er ligt 100% een ei op het dak. En dat moet Junji zijn. Oké, we gaan proberen Junji te pakken, jongens. Ik zat ook een sterretje liggen. Sowieso is het zwerf om daarin te gaan. Maar Junji moet voor mij zijn. Peach kan wel even wachten, dames en heren. Wat is dat? Oh, dat is de papegaai. Ik schrok al. Peach kan wel even wachten. Ik wil mijn Junji hebben. Oké, we zijn nu hierop. Kan je hier ook in? En dan kan je dus niet in. En dit is een gas- en loodraam.
Ik denk misschien is het wel een level, maar we... Junji! 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 Wow, Junji! Ah! Oh, we hebben Junji, jongens. We konden niet op een rij dit keer. Verbaasde me. Ik denk, misschien kunnen we wel rijden op Junji. Oh, Junji, je moet even hier blijven, knul. Nee, ik wil niet dat Junji kwijt gaat. Er zat hier ergens toch een fladdersprong. Oh, I love this. Oké, okay, waar lag die bij maan nou? Of star? Ligt die wel hierboven? Of er lag ergens eentje bovenop. Zou het zien hier niet. Ik vind het geluidje van Junji zo cute, hè. Oké, hierbovenop. Oké, okay, fuck it. We hebben hem niet gepakt. Nee, Junji! It's gone forever. Junji is gone forever. Nou ja, we hebben in ieder geval met Junji kunnen spelen. Ik weet niet wat zijn power-up was als je eenmaal... als je al die... Hoe heet het? Hé, dat is een zaakje trouwens. Wat die power-up zou zijn geweest als je al die... fruitjes had opgegeten. Maar goed, ik heb best wel trots op deze mooie tuin. Alsjeblieft, jongen. Ik help je alvast even met een zaadje. Hoppakee. Het is Uno. Maar goed, dat gaat lekker door. Waar zal Peach uithangen, jongens? Hier zit trouwens Captain Toad. Ik weet niet wat hij hier doet. Ben ik blij om thuis te zijn, maar ik zal nooit vergeten wat ik allemaal heb geleerd tijdens mijn lange reis. Mijn avontuur, spet, zal ik nooit aan willen hangen, maar het is fijn om hier te zijn. Ik heb nog een bemaan voor je. Ah, dankjewel, Captain Toad. Fijne avonturen, Toadbaas. Inderdaad, fijne avonturen, Knuddy. Maar waar zal Peach hangen, jongens? Dat vraag ik me ook af. Dit is trouwens een shop. We zijn helemaal niet eens in de shop geweest. Het zijn ook echt Toads die hier werken. Oké, okay, wat hebben we? Nou, sowieso een bemaan die... Nou ja, een sterretje in dit level. Dan krijgen we weer het mooie geluid. Ik vind het zo cool dat ze die erin hebben gedaan, ouwe. Heel erg vet. Oké, wat kunnen we kopen voor outfit? De oldschool Mario pet. Dit is de Mario 64 outfit. Hoe vet is dat? Hoe... Oh, ik heb niet genoeg. Scheiße. Oké, nog 10 munties en dan hebben we die outfit. Maar hoe vet is dat, jongens? De Mario 64 pet. Fucking dope. Fucking dope. Oké, we moeten nog 10 muntjes hebben. Dan kunnen we die ook kopen. Maar dat gaat wel goed komen. Ik moet Peach zoeken. Oké, ik ben dus een beetje rondwezen lopen. Ik heb inmiddels het zaadje gevonden. En genoeg punten om dus een pakje te houden. Maar wat is dit? Wat ik graag zou zien. Jou in een pixelachtig blokkig outfit van vroeger. Draag je die dan laat ik je gelijk binnen. Die pet is echt een klassieker. Maar je kleding... Nee. Oké. Okay, nou ja, aangezien ik al zei. We hebben genoeg punten. Kunnen we dus daar naar binnen toe. Dat is op zich wel lachen. Wat is het nu weer? Overgetooid. Oh, wat? Ik ben deze maan aan het bewaken tegen de Goomba's, maar ik ben niet bang hoor. Nee, ik niet bang, ha. Hang on a second. I know what to do. Ik wil eigenlijk eerst... Ik breng eerst de zaadje terug. Ik kom hier zo dadelijk toch terug met de pakkie. Ik weet in ieder geval wat ik moet doen om hem te scaren. Waar is die Toad ook weer met zijn tuin? Oh, hier zo. Hoppakee. Kan ik hier nog even een zaadje planten? Ik heb trouwens Peach echt nog nergens gevonden, jongens. Geen idee waar dit joch zit. Nou, joch, het is natuurlijk een jonge dame. Oké, okay, laten we het konijntje ook maar even pakken dan. Als dat gaat lukken. Spring gewoon over Toad heen. Oké, okay, predict jongens, predict. Got him. Predicting jongens, predicting is key. Komt u maar. Oké, okay, laten we nu van al onze purple coins die we hebben eventjes de resterende outfit kopen. Oké, okay, komt u maar. En die wil ik heel graag hebben. En die gaan we ook heel graag aandoen. En dan kunnen wij naar die geheime kamer toe. En tegelijkertijd neem ik dan even een Goomba overtje over. Laat ik hem aan het joch zien. En even kijken hoe bang hij wel niet is voor Goomba's. Hey, Mario 64. Mario, ik heb jou gemist, ouwe. Ik heb jou gemist. Oh my god. Brings me back, jongens. Naar de goede oude tijden. Oké, okay, laten we teruggaan naar die area. Oké, okay, vriend. Als jij mij daar nou inlaat, dan kunnen wij lekker kijken wat achter deze deur zit. Dat is eigenlijk precies zoals je er nu uitziet. Komt u maar binnen. Nou, dankjewel. Dan gaan we, jongens. Wat zal hier zitten? Hoe vet is dit? Dit is de tuin van Mario 64. 1-op-1 nagemaakt. 1-op-1 is dit nagemaakt, jongens. Dit is dus de tuin waar je uiteindelijk een spook kon overnemen. En als je dat spook overnam, dan ging je naar het spookwereld in Mario 64. Een echte klassieker. Ja, en hoe... Oké, okay, dus 1. Wat? Oké, okay, daar zijn de kisten weer. Ze moeten in een bepaalde volgorde worden opengemaakt. Ja, dat zijn we achtergekomen. Ik weet in ieder geval dat dit 1 is.
Dit was 2. Dit was 3. En dan, als het goed is, was dat 4 en dat 5. Dus deze is dan 4, anders moet ik hem omwisselen. Oké, 5. Nu twijfel ik. Nou twijfel ik. Dit 6? Nope! Nope, 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 nope. Ik was zo close. Ik moest... Letterlijk de laatste was verkeerd om. Oh my god, we hadden hem zo close, jongens. Oké, nou we weten in ieder geval nu wel de volgorde. Dit was 1. En dan was die daar 2. En 3. En dan was die diagonaal was dan 4. 5. Dit was daar 6. En dan was 7 dus helemaal aan de andere kant. Ja. En dan de laatste is dus daar. Dit moet hem zijn, toch? Ja hoor, daar hebben we ons sterretje. We did it in the end. Gewoon eventjes goed nadenken. Op zich het vervolg. Oeh, ik hoor je wat. Ah, oké. Okay. Dat was niet echt heel erg secret, maar dat was gewoon een hartje. And we got him. Schatkist in het kasteelhof. We did it. Laten we maar gewoon weer gaan. Leuk dat ze dit erin hebben gedaan. In ieder geval gewoon een area die gewoon 100% Mario 64 stijl is. I like it. Super vet. Nou moeten we eigenlijk eventjes 2 Galoompas of meerdere Galoompas overnemen. En die eventjes laten zien aan die rakker. Hé hey vriend, ga eens aan de kant. Ja, daar gaat hij. De Goompas zijn eng. Red jezelf, vrouw en Toads eerst. Ik wist het. Ik wist dat hij aan de kant zou gaan voor die Toad op sokken. Ik wist dat hij aan de kant zou gaan voor de Goombas worden. Kijk, Goombator, we gaan er vandoor. Wat is dit nou weer voor level dan? Dit is gewoon een rondje waar je kan lopen. En je gaat dwars door de grond heen. Beetje vreemd, maar... Oh my god, het gaat verder. Nou, al het rondjes lopen met de Koopa hebben we als goed is geleerd hoe we dit perfect kunnen doen. We got it. There we go. Komt u maar. En... Opsakee. Muscaal rond de put, dank u. Maar Peach, where you at? Where you at, baby? Oké, okay, ik heb het gevoel dat Princess Peach niet in dit rijk aanwezig is, jongens. Weten jullie waar Princess Peach is? Laat het dan weten in de reacties. Maar ik denk dat Hero de serie op mijn YouTube-kanaal eindigt, jongens. Super Mario Odyssey is bij deze officieel uitgespeeld. Wij gaan sowieso in livestreams nog heel veel meer ontdekken van deze prachtige game. En dan gaan wij gewoon zoveel mogelijk Power Moons proberen te verzamelen. En Peach te vinden in alle rijken waar ze ook kan zitten. En ik denk dat dat een mooie segue is om deze video en deze serie te eindigen. Wil jij dus meer zien van Mario Odyssey? Zorg er dan voor dat je me volgt op Twitch. Twitch.tv/Joost. Linkje staat in de beschrijving. Of daar zal ik dus het vervolg van Mario Odyssey streamen. Maar de serie is over. De story is done. Dus bedankt voor jullie insane support over deze serie. Hey jongens, het is lang geleden dat wij een let's play hebben gedaan. En hebben gefinished. Dus ik vind het super cool dat jullie... Tot vanaf het begin tot Hero erbij zijn geweest. Bedankt voor al jullie likes. Bedankt voor al jullie support. En bedankt gewoon voor alles. Hartelijk bedankt. En ik zie jullie snel weer bij een nieuwe Let's Play. Bedankt voor het kijken. En later. Fijne kerst. En een gelukkig nieuwjaar. Smash through the clouds.